vandaag een video opnemen. Het heeft allemaal te maken met speelt zo'n konijn. Ja, speelt zo'n konijn. Ik heb ze besteld op Plein. Ik maak geen reclame. Maar ik hoop wel dat jullie deze video leuk gaan vinden natuurlijk. Ik heb zo gekeken. Maar dit is natuurlijk een verrassing. Ik ben hem net aan het openmaken. Het gaat niet heel erg goed. Maar goed, ik heb hem opengekregen uiteindelijk. En dit zit er allemaal in. Nou ja, ik wist dat het zo'n pak was. En de rest was een beetje een verrassing. Of een beetje. Het zit er dus allemaal in. En dit was één setje. Dit? Ja, ik heb leuke sokken aan, vind ik zelf ook. Ik heb dit. En ik heb ook nog een tweede doos. Dat is dit. En ik heb ook nog eens dit. En ik heb dit dus. Allemaal. Het is de powerbank. Mijn tablet waar ik nu veel. Zit in de laag. En dus dit is het. Kom, storm. Dat was mijn storm. Die iets hoort. Maar ik wel. En daarbij hebben we ook nog een mini cute worteltje. Zeg maar toch gelijk. Oei. Tja, dat is nog één. En dan heeft mijn moeder deze nog ergens gekocht. Het zit eigenlijk, ja. Even. Dit. En? En nog één. Oh, en nog meer. We hebben dit. Nog een paar snoepjes. Die hebben we dus gekocht. En die hebben we besteld. En nog een blok. Ik weet niet wat het is. Dat vindt mijn moeder wel. Helemaal vergezien. Oh, het is wel me gelijk eraan kwam. Net nog, tenminste. En dit is een speciaal ding. Ik had wel 10 euro. Maar ik heb er wel wat aan. Want het is een heel erg natuurblok. Het zijn gewoon, dit zijn trouwens yoghurtsnoepjes. Ik weet niet of jullie ze kennen, maar het zijn drops. Je kan ze bestellen via Dierplein. En nu is het laatste. Ik heb net even wat. Snoepjes zo ingegaan. Kijk naar de andere kant zitten we. Oh, ik heb hem aan doen. Tada! Dit vind ik het leukste ding. Omdat het een balletje is. Ja. Dit is het balletje. Ik kan het niet zo binnen opmaken. Zo. Dit was ongeveer 4 euro. Of 5. En dus dan kan ik hier zo mee rollen. En kan ik een paar snoepjes hebben. Zie je? Dit is een pitje. En die vindt het konijn. Oké, dit is het dopje. En trouwens, dit dingetje zit ook zo in elkaar. Dat je daar iets mee kan doen. Ik laat het even zien. Dit. Zo. Even kijken hoor. Ik zit er niet voor. Zo, dit paars clipje. Zo, dat is dit paars clipje. En die kan je afhalen. Sorry als het beeld een beetje slecht zijn. En die kan je dus openmaken. Niet open. En dus dit zit er dan in. Ik heb er ook een paar brokjes in gedaan. Dus. Dat was het. We gaan nu nog even mijn konijn uittesten. En kijken of Storm het leuk vindt. Ja, ik heb alles dicht. Ik krijg nog even een setting te zien. Zo. Dit is het.
Het zijn dus de wortels. Nou, een wortel eigenlijk. Trouwens, deze. Als je heel vaak niet thuis bent, dan zit geen verschil tussen deze. Een andere controle houden als je konijnen speelt, omdat er steentjes of zoiets in zit. Als het jarig gaat krijgen, is het niet zo goed. Dit speeltje, dat weet ik niet, maar ik denk dat je hier gewoon in je hoek kan laten. Of dat je je konijn een beetje beweging krijgt als het eten. Is dat een echt speeltje? Deze kan je minimaal. Ik lees het wel even. Dan kunnen jullie even kijken naar dit. En trouwens, je moet ook nog een blikspeeltje vinden. Ik zeg dat onder in de reacties. En wat voor knaagdier heb jij? Een hamsterkaafje, een chinchilla, een konijn. En zo kan ik nog wel 10 opnieuw. Wat heb jij voor een leuk knaagdier? Of wat voor ander huisdier heb jij? Dan ga ik dus nu even de voorkant, achterkant bedoel ik voorlezen. En er staat deze drops met de heerlijke yoghurt. Zij dankzij het volledig suikervrije recept ideaal als verantwoordelijk tussendoortje. Voedingsadvies. Afhankelijk van de grootte van het dier. Ongeveer, dus heb je een heel groot konijn, dan mag je ongeveer 3 per dag. Net zoals mijn konijn is best klein. Dus die mag ongeveer 1 of 2. En dus zo gaat het. En dan. En trouwens, deze krijg je allemaal in 1 set. En ze zijn groter dan je denkt. Zoals je. Heel erg groot. Heel erg zelfs. Dus. Ja, en dit is nog een doosje. En er zit een pak hooi in. Een heel groot pak van 2,5 kilo. Moet je nog met 1 hand opvullen. Oh, kijk maar. Ik vind het even onder de andere kant dus. Dit is 2,5 kilo. Dan 2,5 kilo. Ja, precies hetzelfde. Volgens mij dan. Maar nee, zwijg niet vrij. Oké, zo was ik niet terug. Zo, dat was het. En ik ga nu ook mijn konijn uittesten. Dit is mijn konijn Storm. Storm, kom eens. Kom. Dit is dus ineens mijn konijn Storm. Het is een heel erg lief konijn. Het is een dwerg. Gras. Ik weet alleen niet dwerg of een dwerggras. Het is groot, vind ik. Dan dwerg, want je denkt dat dwergen heel klein zijn. Maar, we gaan nu alles uittesten. Behalve de snoepjes van de klant per dag. Het is een beetje wat knagen. Maar moet je wel even zien. Hij. Is dus. Een beetje touwstoets, hè? Hé, Storm? Storm, kom. Oeps, nou. Zit hier nog in de laad? Nou ja, oké. Okay. Dit was dus de video. Storm wil niet echt meewerken voor die daarvoor. Ik hoop dat jullie dit een leuke video kijken. We gaan voor de. Denk ik. Hey. Oké. Okay. Doei. We gaan nu aan de doos knagen. Sorry daarvoor.